Wij zijn met de stadsrally bezig en het is gelukkig niet aan het regenen. En Lien gaat de eerste vraag oplossen. Je passeert een zuil met daarop deze tekens. Wat is de functie van dit zuil? Wat is de functie van deze zuil? Wie heeft daar een idee van? Je kan er een elektrische fiets mee opladen. Hier kan je een EV elektrisch voertuig opladen. Hier kan je een tablet en een smartphone opladen als die leeg zijn. Ik denk de eerste. Meer, ja, de tweede. Auto? Ja, auto. Enthousiast. Hebben we punten verdiend? Ja. Ja. Goed zo, proficiat. Op naar de volgende vraag. Hoe ziet die eruit? Nee, de marktgebouw Posterijen. Hoe oud is het gebouw van de Posterijen? Nu Ristorante Rosario. Hoe oud is het gebouw van de Posterijen? Nee. Alleen... Hier in Amerika, dat daar echt de chips daar worden gemaakt. Omdat die boeren die doen al heel lang zaken met de wereldwinkel. Die verkopen al heel. Als je van Turnhout naar Herentals naar Turnhout moet gaan, ja? Delta. Dat is dan de prijs van een ticket, denk ik. Dat is dan het uitzoeken van een ticketautomaat. Hallo, mama's en papa's. Wij zijn het snelste. We zijn hier in Herentals en wij zijn het snelste team van de stadsrally. Tempo! Team!
wel trucjes doen, hè? Zware koffers, jongens? Niet echt. Niet echt? Er staan wieltjes onder bij jullie. Dat valt alweer al mee dan. Zware koffers, jongens? Ja, maar echt. Zware koffer? Ja. Toch wel een beetje? Oh, dat is wel een beetje, ja. Hoeveel maanden ga je prijs halen? 0 maanden? 10.000. Dat is helemaal mooi, hè? Lien? Koffer is zwaarder dan Lien, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Hoe ben je? Wat vinden jullie van de kamer? Heel mooi en groot. Het is een heel leuke kamer. Er zijn stapelbedden. Het is ook wel een mooie kamer. Ah, wel, super. En gaan jullie de koffers goed uitladen, denk je? Ja. Gaan jullie voor een 10 op 10 gaan voor de kamerorde? Ja. Veel succes! Ja. Komt goed! Ja.